Hey, kijk voor jullie. Welkom weer in een nieuwe Unturned video. En je kunt het al zien, we zijn hier op de nieuwe map, oftewel de Duitsland map. Hij is een paar dagen geleden, vrijdag was het, is die geüpload op een, in ieder geval geüpdate in Unturned. En ik moet zeggen, ik kijk er erg naar uit. Ik heb ook de map hier zo al. Je ziet het, het is net zoals Rusland, eerst een large map, zoals het heet, de grote. En we hebben hele coole plekken. Zoals in de intro, we hebben een gigantische stuwdam. En ik ga het een beetje stil zijn, want er zit daar namelijk een megazombie op de dam. Weet je dat ook alvast. Maar kijk, als je op de map kijkt, we hebben Berlijn, we hebben Hamburg, we hebben München. En wat hebben we nog meer? Dat is nog een bekende plek. Even kijken, we hebben Frankfurt natuurlijk, die zocht ik. Allemaal bekende plekken. Ja, wij wonen natuurlijk allemaal in Nederland. In ieder geval de meeste van ons. En daar... Dus wij kennen Duitsland beter, maar al die plekken, dat zijn gewoon plekken die echt ook in Duitsland bestaan. Hier een grote mijn hebben we, maar gaan langs alle plekken gaan we. En we gaan het ook sneller doen dan bij Rusland, ik heb een betere methode gevonden. Maar kijk, we gaan zo langs de coolste plekken, langs de quarry. We gaan ook langs deze hamburgers namelijk, even kijken, even inzoomen. Hup, onder water gelopen. Ik ga ook geen lange tijd meer verspillen, we gaan ook gelijk even rondkijken. Dit is gewoon een normaal militair. Oké, kut, daar gaat hij. Worden die megazombie? Het megazombie wordt het niet. Oh kijk, een mist. Die kon ik ook goed gebruiken, want die had ik nog niet. Maar in ieder geval, hier het water is echt groot verschil. Oké, kut. Het waterverschil is ook echt belachelijk groot. Dus je gaat kijken naar tussen hier. We kunnen wel, dat wil ik echt doen, naar beneden springen. En als het goed is, landen we gewoon in het water en overleven het. Dat zie je wel. Komt maar goed. Maar het coole is, kijk hoe hoog het is als we zo meteen weer uit het water zijn. Hoe ongelooflijk hoog. Dus kort kan natuurlijk het hoogste verschil met water doen in een turn. En daar hebben ze ook gelijk goed gebruik van gemaakt. En als het goed is... Oh kijk, cool! Hier is die! Elke officiële map van een turn heb natuurlijk random ergens een... het is een droger volgens mij. Geen wasmachine. Er zit ook ammo in. Nee, dit is er nooit voorgekomen. Maar in ieder geval, elke map heeft een... zo'n droge. En die zit blijkbaar hier, dat wist ik niet. Ik heb deze map ook nog niet gezien, dus ik hou alles ook lekker. Dat ik echt alles nog niet ken en samen met jullie ga ontdekken. De generatoren en de energiecentrale. Want het is allemaal. Dus hier komt alle stroom vandaan, zogenaamd. Oké, nou, we gaan ook in deze lijn, deze weg, natuurlijk eeuwig volgen. Gaan we niet doen, waar zijn we eigenlijk? Oh, dat is deze weg. We gaan naar het kasteel toe. Ik wil naar het kasteel. Dan zie ik niet, ik ga gewoon knippen, dan kunnen we dan het meer zien. Dus ik zie er gewoon zo in bij het kasteel. Oké, we zijn bijna bij het kasteel. Hij is echt kapot groot. En wat ik hoop, want ik zie al die zwarte raampjes. Ik hoop dat je ook echt er ook echt in kan. Ik weet dat je op de binnenplaats kan komen uit de trailer. Maar of je er ook echt... Oké, kan je hier tussen nee, of echt op de hoofdingang wil ik hebben. Of je ook echt in het kasteel zelf kan. Dan hebben we natuurlijk op Pi, of is het Spy. Daar heb je natuurlijk dat hele kleine kasteeltje. Maar dit ding is groot. Wat is dit? Dat is gewoon decoratie. Het wordt echt heel breed. Ben ik bang. Ik heb echt zin in. Ik hou van die kasteeldingen namelijk. Dit is natuurlijk ook de ultieme plek. Denk aan jongens in een zombie apocalypse. Een kasteel is ervoor gemaakt om dingen buiten te houden. Dat is toch het, en om in te wonen. Het is gewoon de perfecte plek eigenlijk om in zombie apocalypse te zijn. En dat kan hier ook, want dit is echt een mega ding. Oké, we hebben hier een tentje. Saai, gewoon een tentje. Oh kijk, een backpack. Dat is wel handig, dat hadden we nog niet. Neem het mee. Maar volgens mij kan je er helemaal niet in, of wel? Maar ik kan het niet, jongens. We gaan even kijken. We gaan even cheaten. Nee. Wat? Je kan er helemaal niet in. Volgens mij. Nee. Het is gewoon puur monument. Dat is wel echt super zonde. Aan de andere kant moet ik toegeven. Dat dit ook wel gewoon al. Dit is al een sterke verdedigingsplek hoor. Dit. Al deze verhogingen. Maar het is al balen. Je kan er gewoon dus niet echt in. En we rijden hier. Oké, we gaan even stoppen. Oh, wacht. Uitstappen. Yes. Oké. Kijk er hoe cool. Er is zelfs een auto daar onder water. Het is niet zo super diep nog. Maar het wordt voor mij wel dieper. Naarmate naar de rivier. Ja, hier is nog gewoon op kniehoogte. Maar ik weet dat er ook plekken zijn waar je alleen het dak hebt. Maar het is toch een ultieme plek. Ik weet dat ik wel eens heb gezegd dat ik zelf een map van een turn wilde maken. En een van die plekken die ik zou willen maken, was dan ook een onderwater gelopen stad. Dus ik ben wel heel blij. Je hebt dat nooit doorgezet om een map zelf te maken. Maar nu is het er. Dus dat is ook een fijne. Kunnen we alsnog lekker in een onderwater gelopen dorp zitten. Zonder dat ik al het werk te steken. Dat is wel fijn. Maar kijk dan hoe super cool. Oké, daar is de andere. Ik wou zeggen waar ze naartoe gaan. Maar we gaan ook naar het diepe deel toe. Dus eigenlijk is het gewoon een normaal dorpje. Er is niks bijzonders aan.
qua loot. Behalve dat ook, oké, hier wordt het type. Zie je, we gaan A, het gaat mee toe. Het is eigenlijk niks bijzonders aan. Het is gewoon een standaard dorp met standaard loot. Alleen, alles zit onder, alles is natuurlijk cool onder water. Ligt er ook, maar er zit, ja, zie je, er liggen ook gewoon spullen hier. Het is vaak, het maakt 20 keer zo cool, 20 keer zo cool. En ligt ook begroeiing, onder water, ja. Met de planten overheen. En Duitse vlaggen natuurlijk. Oké, kijk, er heeft iemand op. Je kan hier op het dak chillen. We gaan even het dak op. Iemand heeft hier ook een laddertje geplaatst. Zo. Ah, we kunnen even drinken. Liggend hierop. Dat is wel lekker. Kijk, een scope. Dat is geen verkeerde ding om te vinden. Lop erop. Even kijken, het is nog meer van cools hier. Dat is natuurlijk gewoon de benzinepomp. Ja, cool. Firefighters daar. Wat is dit? De mechanic. Grocery store. Een hardware store. Zou er nog een gunshopje zijn? Waar zit er een? Het is een zwart altijd. Een politie heb je natuurlijk. Het is handig. Wat is dit? Eens even kijken. Ja, dit is een gunshop. Is er nou een zombie onder water? Nee toch? Oh jawel. Oké, ze zijn wel heel zwak. Of het ligt gewoon uit het mes. Dat kan. Ja, maar er is wel een gunst hoor, dat is fijn om te weten. Want die zijn wel handig. Bam, bam. Dat is echt een vette plek. Zo. Het is gewoon super cool. Het is gewoon super cool, we kunnen er niet omheen. Maar is er toch ook aangesloten aan een rivier? Oh, dat is. Daar loopt de rivier. Oké. Ik weet niet waarom, want de dam is niet doorgebroken of zo. Maar het is wel een cool. Het is wel ultiem cool bedacht. Het is gewoon ultiem cool bedacht. Hebben we geen schools gemist voor ik de heel voor weer naar het volgende gaan? Nee, er zijn gewoon stukjes straat. Oh, dit is het lager liggende deel wat echt onderlaat. En dit is het beginstukje. Ik moet zeggen, super cool. En we gaan naar het volgende plekje. Waar zullen we naartoe gaan, jongens? Waar gaan we naartoe? Ik vind het fantastisch onder water ding. Nou, ik zeg, we gaan naar Berlijn toe. We zijn toch in de buurt. Hup, we gaan naar Berlijn. Oké, jongens. We zijn er. Kijk, het is een megastad. Het doet me denken aan Seattle. Maar toch, eigenlijk, oh nee, kijk. Maar toch groot. Volgens mij is het ook groter. Ik weet niet, voor mij is het denk ik net zo groot is of... Groter, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar het ziet er in ieder geval groter uit. Weet je, meer. Ik ga gewoon erin. Kijk, jongens. Zien jullie het teken? Dit is het teken van de. Hoe heet het nou weer? In ieder geval die mensen die op de vliegdekschip zitten in Rusland. Ik weet het altijd zo goed, altijd die domme weetjes. De. Collaboration, nee. Nou. Ik stip het wel in beeld. Ik zal het opzoeken hierna. Maar dit, ik loop nu voorbij, maar hier is een poort en die is het dicht. Oké, dan kan ik niet met energie omhoog. Het hek is nog niet zo. Bam. We gaan eventjes, hoppakee, langs. We gaan door de... Is dit een medicijn of toch? Ja. Want het is namelijk voor mij zo dat het binnen... Kijk, dit heb je overal. Oh, ik weet het al. De... hoe heeten die mensen nou? Kut. Dit is niet oké, want dat weet ik normaal. Voor mij is de Coalition, zo heten ze. Ja, de Coalition, dat zijn die mensen die op de vliegdekschip zitten. Dat is hun logo namelijk. En het volgens de Unturned Lore zijn dat zeg maar de soort van samenvoeging van het leger. Als we daar een zombie uit raken, bla 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 bla. Ik zal hem een keer, als het leuk is, kan ik wel een keer een video over maken. Gewoon de Unturned Lore, dat vind ik ook wel leuk namelijk. Wij hebben hier weer een gunshop. Kijk, hoppakee. Maar blijkbaar hebben die zeg maar... in Duitsland, dus echt nog zeg maar een goede stronghold gehad, want alles zit potdicht. Zie je, ze hebben echt zeg maar in de muur tussen geramd. En kijk, hier hebben ze ook houten muur tussen gedaan, zodat het binnenste deel van de stad niet bereikbaar is. In ieder geval, dat zou wel bereikbaar moeten zijn. We gaan even inzoomen. Hier is het, kan ik een zombie aankomen? Oh, die zit er toch niet. Hier is de muur, hier is de muur, hier en hier. En ze hebben, hier zit gewoon niks. We kunnen er zo omheen lopen, hoop ik. Want dat is best wel... Het binnenste deel is dus echt gewoon dicht getimmerd. Hier. Oh, ja, oké. Dan zeggen ze weer die kant op voor de houten muren tussen geramd. Het is natuurlijk allemaal bomen en zo hier. Oh ja, nee, hier kan je door. Ik zie het. Ik kan helemaal niet door. Gaan we door binnenkomen? Hier zeggen ze loop om. Loop om. Ja, dat probeer ik. Maar het is een beetje ver omlopen steeds. Dan kom ik hier ooit binnen. Er is ook geen deur open. Dat had er open moeten kunnen. Zo, nu gaan we wel binnenkomen. We hebben gewoon deze super... Ah, maar dat vuur. Breng maar naar... Hij moet even opstarten nog. Zo. Ik ben naar de binnenkant van de muur gekomen met deze airballoon. Dat heb ik er even uitgeknipt. En als je wil weten waarom... het was een beetje een kudding. Wat een kudding.
Hij vliegt zo stroom. En hij vliegt zo kut. Even kijken, we hebben hier deze super coole loper. Dit is echt gewoon cool. Het idee, want ik had het wel fatsoenlijk kunnen zien natuurlijk. Kijk hoe cool. Kan je dit op pijn? Ik ga dat hier proberen ook. Dan val ik van eraf weer. Maar ik kan door het gebouw hollen. Naar de andere kant toe. En ik kan erheen schieten natuurlijk. Ja, ze hebben dit wel een A-klasse anti-zombie fortress. Ze hebben ze hier wel gemaakt hoor. En het ziet er bovenal super cool uit. Alles is ook helemaal voor, hoe heet nou, de coalition mensen. Heb ik alles voor me daar getrokken. Hier is een soort van super coalition gebouw. Kan ik hierin of is het ook alweer afgesloten door alles? Ook alles dicht getimmerd hier. Leuk dit spelletje jongens, leuk. Je kan ergens maar in. Maar het is wel duidelijk met deze overliggende, het viaduct. Het is geen viaduct trouwens. Maar met het overliggende gedeelte van de weg kan je dus binnenkomen. Alle zombies neerknallen jongens, want er komt er heel veel aan. Zo. Wat gaan we nou even kijken hoor. Hier kunnen we niet naar binnen of wel? Oh ja, hier bovenkant kan je naar binnen toe. Coalition dingetjes. Dit is natuurlijk is een mall, dat is wel dus super het winkelcentrum. Wat is hier zo? Oh, iets in het Duits. Dat kan ik alleen niet lezen, want ik heb nooit Duits gehad op school. Misschien, ik stek het wel voor jullie door de Google vertaler heen. Even een goed puntje voor mezelf waar ik het kan lezen. Dus we hebben een bed ingezet. Ja, het is wel cool. Ze hebben het wel echt heel cool gedaan. Het, is wel echt een, het geeft wel echt een zombie. Weet je nou, het zombie gevoel. Maar ik weet dat hier nog meer is. Er is hier namelijk ook. Oh, cool. Er is ook weer een ondergronds deel. Wordt het daar weer donker of niet? Even gauw erin, even kijken. En ja, daar gaan we dus niet in, want ik heb namelijk geen night visie. Dan gaan we een andere keer even ontdekken. Maar waar is die bodypile? Die is ergens onder het viaduct. Dacht ik, kijk, daar is die, daar is die, daar is die. Daar zie ik het hekkel. Zag ik in het trailer, kijk hoe cool. Het zijn allemaal bodybags van mensen die infected zijn. Die hebben ze in de brandstapel gegooid om die ding af te komen. Zie je het quarantaine gebied? Super cool. We gaan naar Quarry, jongens. Ik kan niet wachten. Het wordt super cool. Dat zijn namelijk al een hele lange tijd geleden. Misschien vinden we hier ook wel een Quarry truck. Dat zou wel awesome zijn. Kijk, daar kan je ook weer mee toe. Dat is ook een cool plaatje trouwens. Ja, dit is ook echt wel het limestone. Dat wordt voor mij gebruikt voor. Ja, dat kan je op de vloer hebben. Dus het is echt niet recht de plakken af te snijden. Dus heel anders dan zo'n Quarry in Rusland. Hij is ook. Is hij groter? Voor mij is hij net zo groot. Of iets. Ja, hij is anders. Oh, hij is eerst dood. Dood. Nee, ook trouwens. Headshot. Oké, we gaan even hier even jumpen. Gewoon dan dood. Dan gaan we dood. We jumpen. Zo. Dat was echt. Dat komt wel. Ik zie. Even kijken hoor. Hier hebben ze stenen rommel neergegooid. Oh, van die coole rupsbandjes. Oh, ik ga echt. Daar gaan we daar zo gaan we eruit. Dat is hier. Oh, dan gooien ze hier eraf. Zo. Ik heb eigenlijk geen idee. Hoe dit in zijn werk gaat. Oh, hier. Kijk, ze worden hier neergegooid of zo. En dan gooi je het, wordt opgeschept. En dan wordt het ineens een bak gesmeten. Ook al kan ik eruit hier. Oh ja, dan kan je eruit. Want ja, ik zie mezelf van komen dat ik vast in zo'n gat straks. Wat is hier binnen? Het is een soort van fabriek. Dat is even cools. Hier hebben we een zombie. Het is gewoon een grote bak. Wat zit ze hier te doen? Het ziet een beetje uit als de airport. Een coole luchtmachine. Die wil ik hebben trouwens. Peer. We gaan de mensen mee vermoorden. Oké, okay, dit is een beetje mis. Oké, okay, dat kost 3 headshots om iemand te vermoorden. Dus weet ook gelijk hoe zwak die is. Het valt eigenlijk wel mee. Ik had eigenlijk gehoopt hier de Quarry truck te kunnen vinden, jongens. Maar die is er niet. Nou, we gaan wel via de coole kant. Hier kan je natuurlijk lekker, weet je nou, metaal hakken als je basis nodig hebt. Dat is wel belangrijk iets. Bam! Oké, okay, dan was dit keer 4. Scherp schieten. Oké, okay, dat gaat dus echt niet met het ding. Nou, dat was wel leuk. Kom op, mes. Oh, kijk. Het linker ding, dat is een... het is dus een spoor. Gewoon, het is echt zo'n Duitse spoorwerk. En je rechts is... Ik weet niet wat het is... Het is niet een militaire basis als het goed is, want die is ergens anders. Maar het is wel een soort van mini. Misschien zit wel zeg maar waar de Ranger MO vindt van in Duitsland.
Oké, okay, landen we dat gekke ding weer. We gaan eens kijken wat dat is, jongens, want ik ben ook wel nieuwsgierig ondertussen eigenlijk. Wapen erbij, natuurlijk, duizend zombies. Het zijn wel militaire zombies, laat ze even komen. De megazombie zit hier toch niet, want ik weet dat hij bij de dam zit. Ha! Weg. Alright, we gaan kijken. Autootje. Militair dingetje, wat is in dit grote vierkante blok hier? Schietbaan. Geraakt. Wow, dat was een quick shot ook, kut. Een quick shotje, jongens. Je zag het. Oh, kut. Ga weg, jij. Bam. Volgens mij is het gewoon een militair basisje. Maar dan... oh, kijk, een peacemaker. Dat is mijn favoriete wapen. Nog één. Ik heb daar een ultiem coole skin voor, namelijk. Strip. Heb eruit, jij. Boom. Boom. Met peacemaker gaan we verder. Ik heb namelijk de ziekste skin ooit. De insane skin. Right, maar het is gewoon een normale militaire basis. Maar wat is dan het andere grote... gaan we nu naar de grote militaire basis toe. Dat is het plan. Goed plan, we gaan er naartoe. Voordat we natuurlijk naar de militaire basis gaan, kun ik ook even langs München. Dat is natuurlijk ook een bekende plek in Duitsland. En ik vind het wel leuk dat die er ook in zit. Kijk, daar rechts is een vissershuisje. Daar gaan we landen trouwens. Hop. Jump. Hop. Hier is namelijk het... oh, shotgun. Het vissershuisje. Maar daar mag... inzoomen. Hier, oh. Waar zijn we nou? We zijn hier, toch? Waar zijn we nou? Berlijn. Munch. Kut. Hier zijn we. Hier is de beste plek van het hele spel. Dit is de ultieme goede plek om je basis te bouwen. Dat eiland daar. Gewoon een ultieme plek. Ik kan niet op liegen. Maar hier zijn we nu in München. En dat moet er gewoon een dorpje zijn. Net zoals Everett of zoiets. Maar als het goed is, hebben ze hier een biertent. En dat wil je wel natuurlijk. Prat. Nou, automatisch geweer of laten ratelen, dan komt het wel goed. Kijk de biertent, jongens. Hij draagt ook lederhozen. Hij draagt ook echt lederhozen. Ze liggen hier ook. Oh, dit is een bierfles. Dat is een bierfles. Dacht die lederhozen lagen. Kijk, de coole biertent. Biervaten. Kijk, of bierflessen, ik weet het niet. Ik denk bier. Ik durf niet te zeggen. Maar kijk, dit zijn kleuren. Teentje, jongens. Dit is een coole plek. Coole plek. Wat er nog meer in München zijn voor we verder gaan. Ze hebben een kerk. Die heb ik nog niet eerder gezien in hun turn trouwens. Er zijn wel scholen. Die hebben bijna dezelfde. Die zijn dezelfde eruit. Maar dit heb ik nog niet eerder gezien. Oké, wat hebben we nog meer? Kerk. Wat kan je trouwens vinden in een kerk? Dat vraag ik me wel af. Voor wat voor loot er is. Dus ook een boek, dat is logisch. En een hark. Een café hebben we, een pizzeriaatje. Oh, kijk, we hebben wel eten te vinden, dat is fijn. Tijdens soms op mijn nek. Het is gewoon best een normaal, gewoon standaard dorpje. Maar gewoon een wat groter dorpje.